De Spiegel, alles loopt op wieltjes, denk ik, qua organisatie hier in Brugge. Dat wordt in Leuven ook heel spannend en leuk, denk ik, hè? Ja, we kunnen niet klagen, hè. We hebben in elk geval 2 er mee en we hebben al mooie wedstrijden gezien. Hopelijk straks nog 1 of 2 medailles erbij. Maar ja, we zijn wel heel erg tevreden met hoe het tot nu toe verlopen is. En we zijn ook vol vertrouwen voor Antwerpen en Leuven. Samenwerking tussen Brugge, Leuven, Antwerpen loopt heel vlot, denk ik, hè? Ja, we zijn natuurlijk ook goed voorbereid. We zijn er al 3 jaar mee bezig, dus het loopt allemaal wel heel erg goed. Elke dag zijn er wel een aantal kleine zaken die moeten opgelost worden. Maar nooit iets waarvan je zegt het is belangrijk en het zou iets in het gedrang brengen. Dus we zijn echt wel heel erg tevreden met hoe de organisatie loopt. Zijn er ook bepaalde minpuntjes waaraan gewerkt moet worden naar de toekomst toe? Niet echt, maar we maken ons natuurlijk nog altijd een heel klein beetje zorgen om mobiliteit. Als je zag hoeveel mensen hier zondag waren voor een tijdrit. Uit heel de wereld kreeg je berichten van mensen die zeiden dat hebben we nog nooit gezien. Dat er voor een tijdrit zoveel volk was. Als je zag hoeveel volk er langs de Damse Vaart was, leek wel een bergrit in de Tour. Dus ja, we verwachten zondag meer van hetzelfde. Maar dan moet je ervan uitgaan dat misschien nog 4 of 5 keer meer mensen naar het parcours zullen afzakken zondag. Dus opnieuw, ja, maken we ons daar zorgen over? Nee, maar kom alsjeblieft met de trein of de fiets. Dat zal je veel kopzorgen besparen in elk geval. Als voormalig topsporter, de Belgen presteren uitermate goed, denk ik. Hè? Beter dan verwacht, nog beter dan verwacht. We zijn pas aan het begin eigenlijk, hè? Dus we rekenen op iets of we hopen op iets vandaag ook wel. Hè? En dan morgen hopen we eigenlijk ook op een medaille in de mixed team relay. Dus ja, het klopt heel erg goed, hè? Maar we zijn dat eigenlijk misschien wel ook wat aan onze status verplicht als toch wel voortrekkend wielerland wereldwijd. Hè? En dat is ook de bedoeling geweest van dit WK naar hier te halen natuurlijk, om te tonen dat wij het wielerland bij uitstek zijn in de wereld. Een volgende opdracht misschien voor jou, het EK naar België halen? Ja, dat zou kunnen, maar goed, we gaan eerst dit proberen goed afhandelen, dan evalueren en dan kijken wat de volgende stappen zijn. Laatste vraagje, wie wordt wereldkampioen? Een Belg, hè, laat ons hopen. Als we binnen 30 jaar nog willen kunnen op café tegen elkaar vertellen van weet je nog, hè, ja, daarvoor moet het een Belg worden. Hè, dus de welke kan me niet veel schelen, maar laten we ons toch op hopen. Oké, bedankt en succes met de organisatie. Dankjewel.